Ik doe de blinddoek af en knipper een paar keer tegen het licht. Maarten heeft me achtergelaten voor een enorme ramenwand die vanaf de grond tot aan het plafond reikt. Alle ramen zijn voorzien van luxe, spierwitte shutters en kijken uit op een park. De lamellen staan half open. Ik rol de stoel naar voren en strijk met mijn vinger langs het glanzende hout. Shutters zijn schitterend. Ik zou ze thuis ook wel willen hebben, maar ze kosten een vermogen. Dag Yvonne. Van schrik grijp ik de armleuningen vast. Er staat iemand achter me, een man. Draai maar om, ik bijt niet. Het is alsof ik in de Voice beland ben. Het doet me denken aan mijn droom over Simon. Maar nu zit ik in de draaistoel. Zou het dan toch niks zijn? Of Simon zelf? Ik ben zo in de war dat ik niet goed naar zijn stem heb geluisterd. Kun je zingen? Vraag ik. Sorry. Wil je een stukje voor me zingen? Ik hou mijn ogen strak op de shutters gericht. Voor ik me omdraai, wil ik weten met wie ik te maken heb. Nick? Simon? Of een hopelijk amuzikale medewerker van Dolfinarium Harderwijk. Het heerschap grinnikt. Hij lijkt mijn verzoek niet serieus te nemen. Ineens voel ik twee handen op mijn schouders. Ze pakken me stevig vast en draaien me met stoelen al om. Ik kijk recht in het lachende gezicht van een man die Simon doet verbleken tot het broertje van Quasimodo. Hij is belachelijk knap. Net een fotomodel. Speculaas bruin. En gevuld met lichtgouden spikkels zijn zijn ogen. Sierlijk omlijst met wat lachrimpeltjes. Zijn haar donker en golvend, zoals de vorige James Bond. Hij draagt een mouwloze, witte top op een donkergrijze sportbroek. Een opmerkelijke keus, want ik zie dat ik me in een vergaderzaal bevind. Zijn lichaam is een meesterwerk. Breed en gespierd, de volmaakte verhoudingen schemeren door zijn kleding heen. Ineens begrijp ik Kims passie voor mooie mannen. Ik kan me niet herinneren ooit zoveel schoonheid van zo nabij te hebben mogen bewonderen. Terwijl ik de man nog altijd woordeloos aanstaar, ontwaakt de oervrouw in me. Onwillekeurig bevochtig ik mijn lichtgezwollen lippen. Als ik mijn instinct zou volgen, zou ik mijn kin naar hem heffen. In een ideale wereld accepteert hij deze uitnodiging door zonder enige aarzeling mijn mond met zijn tong te plunderen. Mijn handen trekken zijn top omhoog, mijn nagels dringen zich in zijn borstkas. Hij reageert met een woeste grom en scheurt mijn wikkeljurk kapot. Ik help hem met zijn riem die hij niet 1, 2, 3 open krijgt. Hij ontbloot mijn borsten, hapt gretig in mijn tepels en fluistert dat hij me wil. Hier en nu. We belanden op de vloer waar hij mijn benen ruw uiteenduwt om me te kunnen penetreren. Kreunend van genot smeek ik hem mijn hart te nemen en zijn zaad in me te storten. Hij laat mijn schouders los, gaat rechtop staan en steekt zijn hand uit. Wat is hij lang? Sommige mannen hebben alles mee. Hallo Yvonne, ik ben Nick. Dag Nick, zeg ik beduust. Ik dacht dat je een dolfijn was. Hij houdt zijn hoofd scheef. Sorry dat ik je teleurstel. Mijn sterrenbeeld is vissen. Helpt dat? Vissen. Creatieve dromers. Gevoelig, maar ook manipulatief. Mona is een vis. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Nick neemt plaats aan het hoofd van een ovale tafel waaraan 12 mensen kunnen vergaderen. Hij wenkt me. Ik herinner me de woorden van Kim. Je uiterlijk kun je aanpakken. Als je Nick straks ontmoet, zou je willen dat je dat eerder had gedaan. Ze had gelijk. Het voelt ongemakkelijk om met deze superieure schepping in een ruimte te verkeren. Kim kan het weten. Ze heeft Nick natuurlijk al lang en breed uitgecheckt en in de A-klasse ingedeeld. Nick en Kim. De kleine pijnscheut overvalt me. Ik oud en dik, zij slank en jong. Ik geen partij, zij wel. Voor het eerst van mijn leven ben ik jaloers op mijn dochter. Jaloers omdat zij de komende jaren kan kiezen uit een keur van manspersonen van alle leeftijden, kleuren en smaken. Mij resten alleen Maarten en andere kalende, uitdijende figuren die van rijpe, overvolle vrouwen houden. Nick is niet zo'n man, dat zie je zo. Ik betreur de N, de I, de C, de K en alle andere chocoladeletters en repen die ik heb verslonden. De donuts, boterbabbelaars, amandelstaven, slagroomsoezen, stroopwafels en lange vingers, had ik ze maar laten staan. De berenhappen, frikadellen, broodjes swarma en kroketten waren nergens voor nodig. De lekkerbekjes, pizza's en patatjesoorlog hebben me alleen maar kwaad gedaan. Ik rol met stoel en al naar de lege plek aan Nick's rechterkant. Boven de tafel hangt een soort grillen gevormde takkenbos van aluminium met halogeenlampjes aan de uiteinden van de takjes. Mooi,
Nick heeft mijn blik gevolgd. Het is geen vraag, maar een constatering. Apart, zeg ik voorzichtig. Natuurlijk, het is mooi. Jij moet er tegenaan kijken. Ik wil hem niet beledigen. Mooi, met drie O's bedoel ik. Ik schrijf het altijd met twee O's. Mooi is een van de bekendste Nederlandse designlabels. Je kent het paard van Mooi toch wel, met die lampenkap op zijn hoofd? Die is waanzinnig, staat bij me thuis. Ik heb het varken erbij genomen. Heeft hij ook een lamp op zijn kop? Een dienblad op zijn rug? Aha, het is een bijzettafel. Wil je hem zien? Nick pakt zijn iPhone en toont me een foto van een zwart varken met een zwart dienblad op zijn rug. Het beest staat nog voor zich uit. Jammer dat ze hem geen glimlach op zijn gezicht hebben gegeven. Heel bijzonder, zeg ik. Wat kost zoiets nou? Het paard deed 4000 euro. En het varken mocht ik voor 1500 meenemen. Weet je wat het is? De aanschaf van je eerste stuk design is als het zetten van je eerste tattoo. Als je eenmaal begint, wil je meer. Meer. Mooi. Ik probeer begrijpend te klinken, hoewel ik er geen snars voor snap. Of droog, zegt Nick. Is ook mooi. Is dat droog met drie O's? Nee, droog is gewoon droog. Nick kijkt me doordringend aan. Even ben ik bang dat hij me zal uitlachen, maar er verschijnt een ondeugende grijns rond zijn mond. Sorry dat ik afdwaal, lieverd. Dat doe ik wel vaker. Je vraagt je waarschijnlijk af wat je hier komt doen. Het enige wat ik me afvraag is of hij iedereen lieverd noemt. Intussen ben ik zelf ook aan het dwalen. In zijn reebruine kijkers om precies te zijn. Zal ik hem daarmee complimenteren? Beter van niet. Als ik hem een pluim geef, dan moet dat met iets origineels zijn. Iets wat hij nog nooit heeft gehoord. Wordt lastig in zijn geval. Je hebt echt geen flauw idee, hè? Die kinderen van jou kunnen een geheim bewaren. Laat me je eerst feliciteren met je verjaardag. Ik kijk hem afwachtend aan, maar er volgt geen gelukwens. De intentie was blijkbaar voldoende. Wilskracht is een spier die je kunt trainen. Nick rust recht zijn rug, spreidt zijn armen en legt zijn handen plat op tafel. Ik voel een monoloog aankomen. De verbijsterende uitdrukking op jouw gezicht toen ik daarnet je stoel omdraaide, zie ik elke dag, tientallen keren. Hoe komt die gas aan zo'n lichaam, vraag je je af. Wanneer is het bij mij misgegaan? En waarom? Heb ik gelijk of niet? Je hoeft geen antwoord te geven. Ik kan mannen en vrouwen lezen alsof het boeken zijn. Zoals César Millan honden leest, lees ik mensen. Het is een gave die ik van jongs af aan heb. Ik las mijn moeder, mijn broer, mijn leraren, iedereen. Ik heb jouw boek zojuist gelezen. Yvonne, ik heb het net gekocht, maar goed. We zijn op bladzijde 40. Ergens gedurende de laatste 10 pagina's liep het spaak. Maar het is nog niet te laat. Jij en ik kunnen jouw verhaal samen verder schrijven. Als je met mij in zee durft, zul je hetzelfde, zul je jezelf aan het einde van pagina 41 niet meer herkennen. Dat garandeer ik je. Let wel, ik heb het niet alleen over uiterlijke veranderingen. Ik hecht aan eerlijkheid en openheid. Daarom waarschuw ik je liever van tevoren. De verhalen in jouw boek kunnen onverwachte wending nemen. Dit hoeft niet altijd positief te zijn. De vraag is of je bereid bent dat risico op de koop toe te nemen. Bij het woord koop veer ik op. Alles in deze ruimte schreeuwt duur. Voordat je verder gaat, mijn kinderen hebben deze ontmoeting vooruitbetaald. Ze zeiden dat je prijzig was. Hoe prijzig is precies, vraag ik bezorgd. Wat maakt het uit? Typisch een vraag voor iemand die meer dan 2 bruto maandsalarissen uitgeeft aan een lampenkap met daaronder een paard en een bijzettafeltje in de vorm van een varken. Ik denk niet dat ik me jou kan veroorloven, Nick. Op tafel staat een kan water met 2 glazen. Nick schenkt ze allebei vol en schuift er eentje naar me toe.
Terwijl hij zijn glas in 3 teugen leegt, valt hem op hoe groot zijn adamsappel is. Hij vult zijn glas opnieuw. Denk aan het resultaat. Dat is het enige wat telt. Je zult je met de dag beter voelen. De spiegel wordt je beste vriend. Op je 41ste verjaardag kun je een groot feest geven. En ben je gelukkiger dan ooit. Dat is onbetaalbaar. Voor een groot feest heb je veel gasten nodig. Ik heb niet zoveel vrienden en kennissen, zeg ik besmuikt. En hoe komt dat, denk je? Deze man is nog botter dan Ruud. Ik sla mijn ogen neer. Je verberg je. Je vindt jezelf niet de moeite waard. Je hebt je volgepropt met ongezonde voeding en een laag vet opgebouwd die als buffer tussen jou en de wereld fungeert. Maar deze buffer beschermt je niet, integendeel. Hij maakt de afstand tussen de ware Yvonne en de andere alleen maar groter. Hij stoot mensen af. Je voelt je niet aantrekkelijk en daarom ben je het ook niet. Dat proces wil ik keren. Ik vraag me af of dat klopt. Of mijn vetlaag Mona heeft afgestoten. Haar eigen vetlaag is nog groter. Aan de andere kant, het manwijf is broodmager en daar is ze nu heel dik mee. Hoeveel vrienden heb jij op Facebook, informeer ik. Ik zit aan het maximum. Hij rolt met zijn ogen. Boven de 5000 kun je niemand meer accepteren. Tenzij je er mensen uitgooit. Zo irritant. Ik heb Zuckerberg al aangeschreven. 5000 vrienden. Daarbij vergeleken zijn de scores van Jesper en Kim Kinderspel. En jij, vraagt Nick. Ik neem een slok water en denk koortsachtig na. Als ik eerlijk ben, zal Nick me nog sneuier vinden dan hij nu al doet. Dat zou jammer zijn. Hij moet de nieuwe Yvonne ook leren kennen. Niet alleen de oude. Om je de waarheid te vertellen, ben ik extreem selectief. Dat hele Facebook gebeuren is een enorme inbreuk op je privacy, vind je niet? Toevallig heb ik van de week een jongen geaccepteerd, Hassan. Maar hij is een uitzondering. Dus je laat niet iedereen toe, maar je bent wel bevriend met een jonge allochtoon. De verwarde uitdrukking op zijn gezicht doet me inwendig glimlachen. Hij dacht mijn boek door en door te kennen. Nu blijkt hij een alinea te hebben gemist. En mij, vervolgt hij, je zou mij toch wel accepteren? Op dit moment niet, ik ken je amper. Bovendien zit je vol. Toch, stilletjes hoop ik dat Linda Shea mijn verzoek inmiddels heeft ingewilligd. Mocht ik Nick een tweede keer ontmoeten, dan zal ik hem dat onder de neus wrijven. Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Hij mag dan dankzij zijn knappe kop duizenden contacten hebben, maar hij is vast geen vrienden met de vrouwelijke spreekbuis van langsnuitelfijnen. Voor jou zal ik iemand lozen. Nick heeft zijn zelfverzekerde houding hervonden. Wordt het niet eens tijd dat we te zaken komen, vraag ik. Nick begint te lachen. Je hebt gelijk, heb je al gegeten? Ik schud van nee. Hou je van de Japanse keuken? Ik hou van alle keukens, zeg ik eerlijk. Nick pakt zijn iPhone. Er is een donkere lok voor zijn ogen gevallen. Hij haalt zijn hand door zijn haar om hem naar achteren te duwen. Zou hij kunnen lezen hoe mijn hart op hol slaat door het simpele gebaar? Ik hoop het niet. 2 keer miso, shishi me sake, shishi me kuro, suna me mono, edamame, shuka wakame, zegt hij snel en zakelijk. Hij legt de telefoon weer neer. Mijn assistente, verduidelijkt hij. Zal geen dag zonder kunnen. Wat is shuka wakker me ook alweer? Zeewiersalade. Wat edema is, weet ik ook niet. Maar ik wil niet al te onnozel overkomen. Hopelijk iets met kaas. Je bent de rijst vergeten. Ik zal ook wel wat teppanyaki en yakikori lusten. En tempura. Heerlijk, met van die gefrituurde garnalen. Als je na de maaltijd nog honger hebt, zal ik rijst voor je bestellen. Maar ik weet nu al dat het niet nodig zou zijn. Hij vergist zich deerlijk. Miso-soep en sashimi stop ik in mollekies. De zeewiersalade, die mag hij zelf opeten. Ik ben geen vis, dat is hij. Nick schenkt onze waterglazen bij. Hij is een vreemde gast hier. Hij zou intussen wel iets anders mogen aanbieden. Als hij daar niet aan denkt, zou hij dan zijn assistenten moeten doen. Koffie, thee, jus, een paar koekjes, zouten knabbels. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik wil je iets laten zien, zegt Nick. Maar je moet eerst je ogen even dicht doen. Of zal ik je blinddoeken? Hij maakt aanstalten om op te staan. Niet weer. Tijdens ons gesprek heb ik onopvallend gepoogd mijn haar te fatsoeneren.
Het lukt zo wel, zeg ik, terwijl ik mijn ogen dichtknijp en mijn handen er demonstratief eroverheen sluit. De stoel van Nick loopt naar achteren. Hij loopt weg. Ik hoor geluiden die ik niet kan thuisbrengen. Je mag weer kijken. Nick staat rechtop, armen over elkaar geslagen, met naast hem een man van bordkarton in dezelfde houding. Zoek de verschillen. Oh ja, dat moest ze op school altijd doen. Dan kreeg je een plaatje van twee identieke cowboys en moest je kruisjes zetten bij de verschillen. De een had wel een knoopje op zijn machet, de ander niet. De een had een extra plooi in zijn broek, de ander niet. Dat werk? Ik vond het een stomme oefening. Waarom kinderen leren de verschillen te zoeken in plaats van overeenkomsten? Als twee mensen al zo gelijk zijn als die twee cowboys en je wordt alsnog gedwongen om naar de verschillen te zoeken, hoe moet het dan met een indiaan en een cowboy? Of een neger en een cowboy? Een man en een vrouw? Als we zo doorgaan, zien we onze kinderen ieder individu als een aparte diersoort, terwijl we uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn. De verschillen tussen Nick en de man van bordkarton zijn talrijk. Ik kan er niet onderuit, al zijn ze wel even lang. Nick is slank en gespierd. Zijn bordkartonnen vriend bepaalt geen vrouwenmagneet met zijn paffige gezicht, treurige brilletje en een wijde polo die niet kan verhullen dat hij hoogzwanger lijkt. Toch ontwaar ik ook overeenkomsten. Is dat je broer? Nick schudt zijn hoofd. Ik ben het zelf, een paar jaar geleden. Dat meen je niet. Ik kijk nog eens goed. Ongelooflijk. Dus je bent niet altijd zo in vorm geweest als nu? Ik wil dat lekker zeggen, maar hou me in. Voorraad. Helemaal nieuw. Beginnen. Het klopt zoals je het hebt gedaan. Zoals je het zegt. Wilsgraag een spier die je kunt uittrainen, toch is het doorzettingsvermogen niet de enige sleutel tot succes. De mannen die nu voor je staan, die van vlees en bloed heeft gemanifesteerd, dankzij je methode 404 mee kun je jou ook helpen. Van mijn klanten heb ik zo'n bordkartonversie gemaakt. Dezelfde twee. Eentje hier en eentje thuis. Het zal mij op het rechte spoor. Nogmaals, Dick. Het klinkt allemaal heel interessant, maar veel te duur voor de huisvrouw als ik. Ik voed mijn twee kinderen op. Ik doe vrijwilligerswerk voor de vogelopvang en mijn man. Maar hij heeft Jasmin verteld, terwijl hij weer aan de tafel komt zitten. Veel bewonderingswaardig, ik weet niets van. Volgens roodbosjes zou misschien nog herkenbaar zijn, maar daarmee houdt het op. Je kunt meer dan je denkt. Mussen, wereldduif, het is één portnaat. Allemaal scheidlijsten wat mij betreft, zegt hij met een knipoog. Nog wat water, het knipsnak naar vaste voedsel. Waarschijnlijk ben je nu al aan het afval zonder enige methode en filosofie. Gewoon door de ouderwetse uithondering. Je moet ook plassen, maar Nick zit zo vurig in zijn betoog dat ik het ophoud. Geef mij de kans mijn filosofie uit te leggen. Geef ik jou de kans om je uit te proberen beleid dat je niets kost als je tevreden bent over het resultaat. Mag je de afgelopen natura betalen als je per se wil. Je kunt lamellen schoonmaken en verschrikkelijke karreweitjes. Kim heeft weer te pakken. Zeker dat je hierachter zit. Sonja Bakker is met pensioen. Ik ben bij haar opvolger beland. Hoe dus niet. Nikkelen of ze wil of niet. Het zal mijn dochter straks beslissen dat ik nog mijn eerste ronddag ga openen. Rot op, niet dag. Waarom? Wat bedoel je? Waarom zou je me gratis helpen? En waarom moet ik worden geholpen? Ik ben geen probleemgeval. Je kinderen zien het anders. Ze willen een blije moeder, geen ongelukkige. Schun het je. We hebben ze je allemaal verteld, vraag ik argwanend. Dat je eenzaam bent. Je beste vriendin heeft je een steek gelaten. Je komt amper het huis uit. Je loopt zelfs niet meer met Ali. Ik rol mijn stoel naar achteren. Hij heet Ari, zeg ik, vechtend tegen de opkomende tranen. Kun je mijn toilet even wijzen? De wc is net zo smetloos als Nick, al oogt het kleinste kamertje ongezellig. In de witte ruimte zweeft een eivormige zwarte toiletpot. Alleen langs de bril loopt een wit randje. Ik doe een plas en snuit snikkend mijn neus. Alweer een dag die totaal niet verloopt zoals ik had gehoopt. Was Nick nou toch maar Nick schuldig geweest, dan had ik vast meer lol gehad. Mijn mobiel piept. Kim. En hoe vind je Nick, Mimsel? Zou ze nou werkelijk denken dat ik helemaal in de gloria ben? Niks bijzonders. Dat antwoord is iets wat bezijden de waarheid, maar vooruit. Wat?
Heb je blinddoek nog om of zo? Ik zucht. Het is jouw ding, niet mijn ding. Tot zo. Terwijl ik het toilet verlaat, weet ik dat ze het er niet bij zal laten zitten. Er klinkt gelijk een piepje. Dit is een once in a lifetime ding. Herken je winkansen? Je dochter Kim. Aan overtuigingskracht ontbreekt het haar niet. Kim zal het laten verschoppen, verder dan ik. Die gedachte troost me. Dat is wat je wilt. Dat is het volgende generatie beter vergaat dan jou. Zo hoort het. Dat moet genoeg zijn. Het licht in de vergaderzaal is gedimd als ik weer binnenstap. Een deel van de tafel is netjes, doch sober gedekt. Je Japanse hapjes liggen er keurig bij. Op de sashimi en de miso-soep na oogst alles groen en akelig gezond. Er staat een kannetje sake met van die kopjes zo klein als eierdopjes. Nick staat op, houdt de rugleuning van mijn stoel vast, wacht tot ik zit, draai de leuning en rolt mijn stoel aan. Hij pakt een afstandsbediening en richt deze op een punt ergens in een hoek, waarna de vergaderzaal zich vult met zeegeluiden. Ik hoor aanrollende en uiteenspannende golven, gelardeerd met meeuwengekrijs. Hou je van de zee? Ik kan ook het bos opzetten, of de jungle. Maar je had het net over een dolfijn, dus ik dacht, de zee is prima. Nick schenkt twee kopjes sake in en overhandigt me er eentje. We proosten, ik leg mijn eierdopje. Nick heeft het kannetje nog vast. Ik laat me bijvullen, gooi slok nummer 2 achterover en steek mijn hand automatisch uit. Mijn gastheer aarzelt even, maar schenkt me dan voor de derde maal in. Ik zet het gevulde kopje naast mijn bord. Itadaki masu, zegt Nick. Ik kijk hem glazig aan. Itadaki masu betekent in het Japans zoiets als ik ontvang deemoedig. Dat wens je elkaar toe aan het begin van de maaltijd. Oh jee. Van hetzelfde Nick, het land van de reizende zon heeft zijn gozer wel in zijn greep. Dat je zo kunt verliezen in een andere cultuur, wonderlijk, heeft mij nooit getrokken het Verre Oosten. Waarom help je hem? Waarom wil je me gratis helpen? Vraag ik terwijl ik verwoede pogingen doe om een stukje zalm tussen mijn eetstokjes te klemmen. Vergeet je miso-soep niet, straks wordt die koud. Sorry hoor, ik ben helemaal trillerig en moet even iets stevigs zien. Nick pakt zijn lepel op, neemt een hap miso-soep, legt zijn lepel terug op tafel en vouwt zijn handen alsof hij op het punt staat te gaan bidden. Hij heeft een cursus mindfulness gevolgd of is van nature een trage eter. Ik leg een van de stokjes weg en prik met de andere in een paar stukjes zalm en tonijn. Rijg ze aan één, waarna ik de sashimi mixpiece in mijn mond steek. Mijn lippen rondom het laatste stukje sluit en dan het stokje eruit trek. Oh, Yvonne, zegt Nick ontzet. Ik zie nu al hoe hard je me nodig hebt. Je eet niet, je schrokt. De hoeveelheid rauwe vis op mijn tong belemmert me weerwoord te geven. Ik zal je uitleggen wat ik voor je kan betekenen. Ik ben personal health coach. Mijn klantenkring bestaat voornamelijk uit buitenlandse sterren, BN'ers en andere miljonairs. De methode die ik hanteer heet FLP en bestaat uit 3 elementen. Food, love en product. Food is mijn voedselfilosofie die zijn grondslag vindt in de Japanse eetcultuur. Ik pak mijn kom miso soep op, zet hem aan mijn mond en neem een flinke slok om de laatste resten sashimi weg te spoelen. Werk jij met BN'ers? Vet! Ik weet niet zeker of je vet nog mag zeggen, maar ik heb het Jesper horen doen, dus ik waag de gok. Wie behandel je allemaal? Nick glimlacht winzaam. Hun namen zal ik nimmer prijsgeven. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Ze zijn stuk voor stuk slank en dankzij mij blijven ze dat. En moeten ze elke dag Japans eten? Je hebt geen idee hoe veelzijdig Japanse kookcultuur is. Wat hier op tafel staat is slechts een eenvoudige proeverij. Ik vraag me af of hij gelijk heeft. Als wij naar Griekenland op vakantie gaan, vind ik tzatziki en moussaki de eerste 3 dagen ook lekker. Daarna hangt het met de keel uit en snak ik naar andijvenstamppot. Zou dat voor de Japanse keuken niet opgaan? Op een gegeven moment ben je toch klaar met al die rauwe vis. Terwijl de meeuw blijft krijsen en de golven afrollen, zet Nick zijn college voort. Love, het tweede element van mijn methode, houdt in dat je de overbodige inname van vetten en suikers een halt toeroept. Door de liefde voor jezelf te omzetten in activiteiten die zowel mentaal als fysiek bevredigend zijn. Hij pauzeert, nipt aan zijn sake en pakt zijn eetstokjes van mij. Hij geroutineerd een hapje
Tsunomo salade opwipt. Gebiologeerd sta ik naar zijn lange, vaardige vingers. Maat en ik hebben 2 keer Japans gegeten. Beide keren hebben we om bestek gevraagd. De kinderen proberen het met het stokjes met een elastiekje om. Dat lukt nog aardig. De derde onmisbare schakel is het product. Product is een pil die je voor de rest van je slanke leven eenmalig per dag moet slikken. Je kunt goed horen dat dit praatje vaak heeft gehouden. Het klinkt indrukwekkend, maar tot het woord product valt. Ik denk aan alle keren dat Maarten zijn gal spuwde als ik van de drogisterij terugkwam met afslankcapsules, afslankpoeders en afslankthee. Hoe vaak moet ik je nog vertellen dat die rotzooi niet werkt? Yvonne, als ze dit wel zouden werken, zou er geen overgewicht meer zijn. Dat begrijp ik toch wel? Allemaal geldklopperij. Hij trok de kosten die ik had gemaakt rustigloos af van het huishoudbudget van de maand erna. Het zou me leren, dacht hij, maar ik leerde het nooit. Telkens als er een nieuwe wondermiddel op de markt kwam, wilde ik het toch proberen. Niet geschoten is altijd mis. Mijn man zegt dat afslankpillen nep zijn, dat alleen je portemonnee er duurder van wordt. Dan kent hij het product niet, zeg ik afgemeten. Dat doet wat het belooft. Helaas is het werkzame bestanddeel zeer kostbaar. De pil kan in feite alleen door de Happy Few worden aangeschaft. Maar goed, mijn klanten behoren allemaal tot die groep. Hoe kom jij er dan aan? Ik importeer het uit de Verenigde Staten en ben de enige leverancier in Europa. Dus daarmee verdien je je geld. Hij knikt. Het stukje coaching doe ik erbij. Alleen pillen verhandelen vind ik saai. De gelukkige gezichten van mijn klanten die dankzij mij goed in hun vel zitten, daar kan niets tegen op. Je klanten zijn zeker vooral vrouwen. Ik kan me voorstellen dat Nick ze dolgelukkig maakt als hij ze van food, love en product voorziet. Nee hoor, ook voor zakenmannen gaat het uiterlijk steeds een grotere rol spelen. Zeker in tijden van crisis moet een CEO dynamisch en fit overkomen. Bierbuiken zie je vooral bij late vijftigers die in de onterechte veronderstelling verkeren dat hun gouden handdruk en pensioen veilig zijn. Maarten heeft een flinke zwemband, nog geen bierbuik, maar die is niet ver weg. Misschien moet ik me wat meer in de Japanse keuken gaan verdiepen. Al is dat alleen maar om onze financiële toekomst veilig te stellen. Ik graai in het bakje met een soort snijbonen, pak er een paar uit en begin erop te kauwen. Wat een taaie zou te brengen. De personal health coach kucht. Bij edamame is het de bedoeling dat je alleen de boontjes eet, zonder schil. Hij pakt een servet en houdt het onder mijn kin. Spuug maar uit. Blozend doe ik wat hij zegt. Mick vouwt het servet in elkaar om het draderige mengsel van bonen en speeksel aan het oog te onttrekken en legt het weg. Waar waren we gebleven? Gelukkig, hij lacht me niet uit. We waren aan het eten, maar Nick lijkt dat te zijn vergeten. Zijn handen rusten op de rand van de vergadertafel. Je hebt me nog steeds niet verteld waarom je me gratis wil helpen, zeg ik terwijl ik mijn stokjes weer oppak. Ik kom de dag niet door op een paar stukjes rauwe vis. Aan die bonen waag ik me niet meer, dan maar wat salade in godsnaam. De tsunomo-mono-no laat zich niet makkelijk vangen. Met moeite krijg ik een dun schijfje komkommer te pakken. Geen wonder dat de Japanners allemaal zo ill zijn. Als ze ooit overstappen op normaal bestek, is het uit met de pret. Nick negeert mijn geklungel met de stokjes. Lieve Yvonne, jij hebt deze bijzondere bijeenkomst en mijn aanbod te danken aan niemand minder dan de Dalai Lama. De Dalai Lama, is hij ook een klant van je? Misschien moet je hem wat minder pillen geven. Die man is hartstikke mager. De Dalai Lama is geen klant van me. Er klinkt iets van spijt in zijn stem. Als hij het wel was, zou ik dat trouwens niet zeggen. Vervolgt hij haastig. Maar hij is het niet. Ik volg hem op Twitter. Wat leuk. Mijn dochter heeft ook Twitter. Volgt hij het terug? Ik heb van Kim begrepen dat het summum is als een beroemdheid je terugvolgt. De Dalai Lama heeft meer dan 5 miljoen volgers. Zelf volgt hij niemand. His Holiness is een leider, geen volger. Ik knik begrijpend, hoewel ze het een beetje ongeïnteresseerd vindt van de Dalai Lama. Hij zou Barack Obama kunnen volgen. Dat doet Kim ook. Of Cristiano Ronaldo, als hij van voetbal houdt zoals Jesper. Of voor de vorm een paar van zijn trouwste fans. Kleine moeite. Een paar weken geleden tweette hij: The ultimate source of happiness is not money and power, but warm-heartedness. Dit raakte me. Yvonne, ik zeg het je eerlijk. Europa zit in een economische crisis. En wat doe ik? Geld verdienen. Hoe meer, hoe beter. Ik help rijke mensen. Oké, maar voor de gewone man betekent het niet winst. Het voelde verkeerd. Nog geen 10 minuten na de tweet kreeg ik een bericht van je zoon over de verjaardag. Dat kon toch geen toeval zijn? Het was een boodschap van het universum. Ik moest pro deo werk doen. Net zoals advocaten. Waarom zou ik geen obese, huis, tuin en keukenvrouwen zoals jij helpen? Al red ik er maar eentje. Elke druppel op de gloeiende plaat is er één. En bedankt. Ik ben niet obese, protesteer ik. Ik heb rondingen. Je bent dik, zegt Nick. En als je het eetpatroon aanhoudt dat je kinderen hem hebben geschetst, zul je obese worden. Als je mijn gratis hulp wil accepteren,
moet je mijn eerlijkheid kunnen accepteren. En geloof me, je zult hem op den duur waarderen. Al denk je daar nu vast anders over. Sinds ik 40 ben, is er meer eerlijkheid dan ooit tevoren over me uitgestort. Ik vraag me af waaraan ik dit alles te danken heb. Mijn kinderen hebben me erin geluisterd met hulp van mijn eigen man. Die me onder valse voorwenselen bij een high profile dieetcoach heeft afgeleverd. Deze onwaarschijnlijk knappe ondernemer is dermate stinkend rijk dat hij zich schuldig voelt. Om zijn geweten te sussen heeft hij besloten om een willekeurige huisvrouw uit haar lijden te verlossen. Een huisvrouw die niet eens besefte dat ze in zwaar verkeer verkeerde. Zou Maarten van alle details op de hoogte zijn, zou hij zich realiseren dat zijn kinderen een deal hebben gesloten met een jonge James Bond met een glaasje shake in zijn handen in plaats van een shake and not stirred martini. Een blikje Heineken, of wat het ook is, dat die gast tegenwoordig moet drinken van zijn sponsor. Hoeveel heeft dit kennismakingsgesprek gekost? Vraag ik geïrriteerd. Niets, antwoordt Nick verbaasd. Prodeo is prodeo. Geweldig. Om mij de waarheid te vertellen hebben Jesper en Kim keihard gelogen. De professional health coach is het goedkoopste verjaardagscadeau dat ik ooit van ze heb gekregen. 4 chocoladeletters van €2,50 per stuk maakt 10 euro, 5 euro per kind. Mag ik ook eerlijk zijn? Natuurlijk, Yvonne. Met al mijn klanten heb ik een vertrouwensrelatie. Ze vertellen me alles en dat werkt het best. Nog een zaak ik graag. Nick schenkt me bij. Ik sla hem 1 keer achterover. Nog eentje. Een woordeloze herhaling van zetten. Dan steek ik van wal. Ik verrek van de honger. Jij beweerde dat ik me voldaan zou voelen na deze Japanse maaltijd. Dat was dus onzin. En ik vind het heel vriendelijk dat je je geroepen voelt om me te redden. Maar ik heb je hulp niet nodig. Ik hou van eten. Ik hou van mijn man. En hij van mij is zoals ik ben. En vroeg ik er nadrukkelijk aan toe dat ons seksleven sinds kort in het slop dreigt te raken. En dat Maarten me ondanks zijn zogenaamde bezwaar hierheen heeft gebracht, negeer ik gemakshalve. Mijn kinderen, ik moest iets wegslikken. Mijn kinderen bedoelen het vast goed, maar jij brengt niet waar ik op hoopte. Je hoopte op een dolfijn. Nick brengt, knikt begrijpend. Inderdaad, ik kan de zee nu uit. Ik word gestoord van die krijsende meeuwen. Het lijkt wel een horrorfilm. Wonderlijk hoe iedereen de werkelijkheid anders ervaart. Ik vind dus deze zee bijzonder kalmerend. Nick pakt de afstandsbediening. En ik dacht dat je van vogels hield. Zal ik het bos opzetten? Van jungle word ik alleen maar onrustiger, vrees ik. Ik wil geen geluid, ik wil eten. De golven rollen niet langer. De meeuwen houden uiteindelijk hun snavel. En Nick kijkt me onderzoekend aan. Zijn speculatiebruine ogen zouden verboden moeten worden. Wat zou je op dit moment het liefst willen eten, Yvonne? Even sta ik in dubio. Muts van 40, spring nu het nog kan. De nieuwe Yvonne zou een brutale, flirterige respons verzinnen. Ik zou jouw lippen wel lusten, of zoiets. Maar hij vraagt om een eerlijk antwoord. Ben & Jerry's chocolate fudge brownie. Terwijl ik het uitspreek, loopt het water met. Ja, was ook mijn lievelingssmaak, geeft Nick toe. Dan deed je al iets goeds voor de wereld, vertel ik hem. Voor de derde wereld, om precies te zijn. Het is fair trade ijs. Wat goed is voor de derde wereld, is niet per se goed voor ons, lieverd. Nu hij me liever noemt, kalmeer ik een beetje. Nick pakt zijn mobiel. 1 Ben & Jerry's. Je weet welke smaak. Nee, het is niet voor mij. Echt niet. Ik knipper met mijn ogen. Belde hij zojuist zijn assistent om een ijsje voor me te bestellen? Waar moet dat arme mens het vandaan halen? In haar contract staat dat ze me geen chocoladeijs mag geven, ook al smeek ik erom, legt Nick uit. Dat geldt ook voor brownies, zachtertorten, chocolade hazelnootrepen en nog een aantal andere zoetwaren. Waarom mag ik het dan wel? Stotter ik. Je bent nog geen klant van me. Je bent een vrije vrouw, Yvonne. Bovendien, je bent net jarig geweest. Ik mag je toch wel trakteren? De jarige hoort te trakteren, wijs ik hem terecht. Wil je er ook eentje? Ik betaal. Probeert u me te verleiden, mevrouw de graaf? Samen zondigen is gezelliger dan alleen. Ik hou mijn hoofd schuin. Zou het lukken? Als de nieuwe Yvonne Mr. Hotshot tot het nuttigen van een Ben & Jerry's chocolate fudge brownie ijsje kan verleiden, wie weet waartoe ze hem dan nog allemaal meer in staat is. Er gloort hoop. En we zetten de jungle daarbij op, vroeg ik eraan toe. De sake heeft me overmoedig gemaakt. Raw! Mocht hij mijn tijgerimitatie niet herkennen, dan wordt deze hopelijk afdoende onderstreept door mijn klauwende nagels. Nick zucht. Dit is nou typisch een vrouwending. Zogenaamde vriendinnen die elkaar vetmesten, omdat de een het niet kan uitstaan dat de ander slanker is. Waarom trappen jullie daar toch altijd in? Hij denkt dat ik hem dik probeer te maken. Het kopje is een hoofd op dat ik met hem flirt.
Hij beschouwt me waarschijnlijk als een bijna reddeloos verloren hoop vlees in plaats van als een vrouw. De kledingtips van Trini en Suzanne waren zinloos. Deze coach kijkt dwars door mijn vermomming heen. Zal ik even afruimen, vraag ik. Of wil je nog wat? Hij heeft de proeverij amper aangeraakt. Zo kan het ook. Slank blijven. Dat doet Sascha straks. Ah, de assistent heeft een naam. Maya, als in de bij. Niks kijkt me verwonderd aan. Laat maar, mompel ik, terwijl ik mezelf nog een shake inschenk. Ik wil je iets laten zien. Nick pakt de afstandsbediening van tafel, drukt erop en langs een van de muren ontrolt zich een projectiescherm. Alle high-tech in deze ruimte is indrukwekkend. Maarten zou er jaloers op zijn. Ik zak een beetje onderuit en bereid me voor op een lange, saaie audiovisuele presentatie van de FLP-methode. Ben je er klaar voor? Ja hoor, zeg ik, terwijl ik gauw een geel probeer te onderdrukken. Zodra ik mijn eisen op heb, ga ik naar huis. Al bij het eerste shot sper ik mijn ogen wijd open. Ik herken direct de slaapkamerdeur van Kim, met het bordje betreden op eigen risico. Een onzichtbare hand duwt de deur open. Mijn kinderen zitten naast elkaar op bed. Kim draagt een lange, blonde pruik. Ze heeft zichzelf extreem zwaar opgemaakt met eyeliner, nepwimpers en felle lipstick. Door een strak corset van rood glanzend latex puilen haar borsten zo ver naar voren dat ze wel in 3D lijken gefilmd. Zo ziet ze er normaal niet uit hoor, zeg ik snel. Ze doet Kim Holland na. Je meent het, antwoordt Nick. Jesper herken ik amper. Hij heeft een huidkleurig kapje over zijn hoofd, waardoor hij kaal lijkt. Zijn gezicht is grotendeels bedekt door een enorme feestneus met een snor eronder. En een ronde zwarte bril waar dikke, borstelige wenkbrauwen aan vastzitten. Hallo daar, zijn we in beeld? Ze zwaaien naar de camera. Mijn ogen beginnen te prikken. Hoe bizar is dat? Ik heb ze vanmorgen nog gezien. De cameraman of vrouw zoomt in op het gezicht van mijn dochter. Niet zo dichtbij, sist Kim. De camera deinst achteruit. Dag Miemsel, zegt ze dan. Welkom in je nieuwe leven. De focus zwenkt naar rechts. Kim verdwijnt. Jesper komt in beeld. Hij gaat rechtop zitten. Goedendag moeder, zegt hij op een toon alsof hij het 8 uur journaal voorleest. Van harte gefeliciteerd met je personal health coach. We hopen dat het ijs al een beetje is gebroken. Zo niet, dan hebben we deze nog. Hij raapt iets van de grond. Het is een hamer uit Maartens gereedschapskist. Het beeld begint te schudden. Er klinkt een gegiegel die ik meteen herken. Mandy lacht om alles wat Jesper doet. Zelfs al is het zoals nu in de feste vette niet grappig. Focus, Mandy, roept Kim buiten beeld. Jesper kijkt verward om zich heen. Hij is zijn tekst kwijt. Naar Nick luisterend souffleert zijn zus hem buiten beeld. Jesper legt de hamer weg, slaat zijn armen over elkaar en probeert streng over zijn bril heen te kijken. Je moet naar Nick luisteren. Dan ga je namelijk afvallen en dan... De camera zwenkt terug naar Kim die is opgestaan en een hanger met een rood jurkje voor haar lichaam houdt. Dan pas je deze weer. 3 zomers oud, maar ze wacht nog steeds op je. In mijn kast. Aha, daar is mijn enige Karen Millen jurk dus gebleven. Wat valt er nog meer te winnen, Castron? Vraagt Kim. Jesper steekt zijn besnorde hoofd in beeld. Jazeker, Kim. Er valt nog meer te winnen. Wat dan? Castron, wat dan? Vertel op, we branden van nieuwsgierigheid. De cameravrouw zoomt uit. Jesper en Kim hangen slap van het lachen tegen elkaar aan. Ze hebben geen aflevering van de tv-kantine gemist, dat is duidelijk. Als Yvonne de Graaf 5 kilo afvalt... 5 kilo, dat is wel heel veel voor onze Yvonne. Hoeveel vogelkooien moet ze daarvoor schoonmaken, Gaston? Zoveel vogelkooien zijn in heel Nederland niet te vinden. Vergeet die vogelkooien, Kim. Met de FLP-methode is afvallen een makkie. En als het haar lukt... Jesper pauzeert even. Als het haar lukt, zwemt Yvonne de Graaf binnenkort met deze jongen. Hij haalt de dolfijnenknuffel achter zijn rug vandaan. Nou ja, niet met deze jongen, met de neef van deze jongen in Harderwijk. De cameravrouw piept.
Gaat je moeder zwemmen met de dolfijnen? Vet gaaf! Gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is ons cadeau, mam, zegt Kim, wijzend op de plusje dolfijn die Jesper braaf omhoog houdt. En nu ik je toch spreek, ik ben wezen bolen in je jurkje. Vind je niet erg, toch? Kut, roept Jesper. Het laatste wat ik zie is de dolfijnensnuit die de lens kusjes geeft. Het laatste wat ik hoor is de hoge giechel van Mandy. Na een bescheiden klopje op de deur komt assistente Maya binnen. Klein, ergens begin 20, rossig, losjes opgestoken haar, jurkje met een kleurrijke print, hoge hakken en, quelle surprise, broodmager. Petit, zouden de Fransen zeggen. Ze heeft een spierwit dienblad bij zich. Het is rond en op het plateau prijkt niet alleen mijn beker ijs, maar er ploppen ook 5 voorgevormde bobbels uit die op kievitseieren lijken. Nick volgt mijn blik. Waanzinnig, hè? Het is de drink Tray van Martini Desposito. Online gekocht voor $145. Viel me reuze mee. Je kunt je vingers er van onderaf insteken. Laat eens zien, Maya. Maya houdt het dienblad omhoog en inderdaad, de bovenste delen van haar vingertoppen en duim zijn in de gaten verdwenen. Is dat nou handig, vraag ik haar. Volgens mij heeft Martino het voor een mannenhand gemaakt. Als ik er te lang mee rondloop, krijg ik kramp. Maya heeft een eigen stem. Ik hoopte dat ze als een snelle heks zou klinken. Moeder Natuur moet toch ergens in school een schoonheidsfoutje hebben gemaakt. Voor design mag je best een beetje lijden, vind ik. Je hebt de drink tray ook in rood en zwart, maar rood is passé en zwart maakt me somber. Wit raakt nooit uit de mode. Maya serveert me. Ze heeft het deksel van de beker alvast verwijderd en een lepel in een donkerbruine ijsmassa gestoken. Ik voel even aan de volgevormde vingertoppen. Ze zijn net zo hard als het dienblad. Het zal in elk geval niet makkelijk van je hand afglijden. Dat is het voordeel, zeg ik. Terwijl ik denk aan de keer dat ik per ongeluk een dienblad vol kop koffie in de schoot van mijn schoonvader kieperde, nadat ik over een sandaal van Kim struikelde. De arme man had een tweede graadse brandwonden. Ik pak mijn Ben & Jerry's. Een halve liter. Helemaal voor mij alleen? Doen jullie echt niet mee? Maya glimlach beleefd, loopt een paar passen achteruit en stelt zich op bij de muur. Terwijl ze het nu lege dienblad nog steeds voor zich houdt. Nick slaat zijn armen over elkaar. Gaan jullie nu toekijken hoe ik mijn ijs opeet? Inderdaad. Waarom? 2 redenen, zegt de coach. Ten eerste wil ik dat jij ten volle beseft waar je mee bezig bent. Het zinloos nuttigen van een grote hoeveelheid suiker en vet. Ten tweede is Maya contractueel verplicht zich ervan te verzekeren dat ik het ijs niet aanraak. Die Nick spoort niet helemaal. Zul je altijd zien. Knappe vent, maar er zitten een paar steken los. Jammer. Kun je het bos opzetten? De hele setting werkt op mijn zenuwen en ik wil genieten van mijn ijs. Volgens mij lukt dat beter. Met het zachte geruis van bladeren, een klaterend beekje en een paar chilpende zeisjes op de achtergrond. Nick schudt zijn hoofd. We gaan de zaken niet mooier maken dan ze zijn, Yvonne. Integendeel. Hij staat op en gebaart naar Maya, die meteen in de houding springt. Ze lopen de vergaderzaal uit en komen terug met 2 rijdende paspiegels die ze links en rechts van me opstellen. Waar ben ik beland? Wat zijn dit voor mensen? Hebben Jesper en Kim enig idee hoe breed de FLP-methode is? De assistente neemt weer plaats bij de muur. Het dienblad is weg. Ze houdt haar armen achter haar rug. Nick zit recht tegenover me. Als ik naar voren kijk, staar ik in zijn knappe, maar onbewogen gezicht. Als ik troost zoek bij Maya, slaat ze haar ogen neer. Als ik opzij kijk, zie ik een te dikke vrouw met een halve liter beker ijs in haar hand. De brede riem onder mijn borsten knelt. Ik zou hem het liefst losmaken, zodat ik weer de uitgezakte peer word die ik ben. Maar ik durf het niet. Niet nu, niet hier, in een ruimte met meneer en mevrouw Perfect Fit. Zouden ze het met elkaar doen? Tas toe, zegt Nick. Je had toch zo'n honger? Ik kan moeilijk weigeren. Dat zou onbeleefd zijn. Maya heeft het speciaal voor mij gehaald. Voorzichtig trek ik de lepel uit het ijs. Ik steek hem er weer in. Neem een piepklein hapje en probeer het trillen van mijn hand te onderdrukken. Lekker, vraagt Nick. Ik maak een hummelend geluid, al heb ik niks geproefd. Geneer je niet, eet lekker door. Ik zet de beker op tafel. Sorry hoor, maar mijn trek is weg. Interessant, zegt de coach. Wil je het laten staan voor het geval je van gedachten verandert? Ik blik opzij. In de spiegel staat de dikke vrouw ongelukkig terug.
Er zit een restje chocoladeijs bij haar mondhoek. Ik wil naar huis, zeg ik, terwijl ik de bovenkant van mijn hand langs mijn gezicht haal. Nick kijkt op zijn mobiel. We hebben nog een half uur voordat je man komt. Dan wacht ik buiten. Ik maak aanstalten om op te staan. Blijf alsjeblieft nog even zitten. Iets in zijn stem maakt dat ik gehoorzaam. Nog een half uur, dan is deze kwelling voorbij. De assistente loopt de vergaderzaal uit, komt terug met het dienblad en begint de tafel af te ruimen. Door de 5 uitstulpingen past er niet veel meer op het blad. Ze zal heel wat keren heen en weer moeten lopen. Wat vond je van het filmpje? Nick doet alsof het ijsincident niet heeft plaatsgevonden. Wat wil je horen? Je eerlijke mening. Mogen de spiegels weg? Waarom? Ik word er nerveus van. Kijk je niet graag naar jezelf? Wat denk je? Roep ik wanhopig. Waar zie je niet allemaal zo uit als jij? Ik zag er ook niet altijd zo uit. Nick wijst naar zijn voormalige dikke zelf van bordkarton. Maar ik heb mezelf aangepakt. Zonder dat ik kinderen had die me daarbij steunden. Hij heeft geen kinderen. Zou hij een vrouw hebben? Noem je dat steunen? Ik noem het chantage. Is dat hoe je het ervaart? Ik krijg mijn cadeau alleen als ik afval. Dat heet chantage. Je kunt het ook als een incentive zien. Heel gebruikelijk in het bedrijfsleven. Een incentive is een beloning die werknemers motiveert hard te werken en betere prestaties te leveren. Nick staat op, loopt naar mijn kant van de tafel, pakt de spiegels en rolt ze bij me vandaan. Kom op zeg, ik ben geen werknemer, protesteer ik, hoewel ik me afvraag of ik mezelf voor de gek hou. Ik sta in dienst van een bedrijfje dat ook wel het gezin wordt genoemd. Goede moeders doen dat. Dat was altijd mijn stellige overtuiging en nu ervaar ik de gevolgen. Jesper en Kim behandelen me steeds vaker als ondergeschikte. Ze beschouwen me min of meer als personeel. Personeelslid Yvonne functioneert niet naar haar behoren. Haar sombere gezicht verpest de sfeer binnen het bedrijf. Laten we deze werknemster een infectieve voor haar neus houden. Het leven gaat toch niet om presteren alleen, pijn ze kort op. Prestaties dragen bij aan een positief zelfbeeld. Nick kijkt me aan via de spiegels. Wanneer ben jij voor het laatst tevreden over jezelf geweest? Ik bijt op mijn lip. Waarom stelt hij van die lastige vragen? Ik kan moeilijk over Facebook beginnen. Een schandknaap in de verte en de vert vertegenwoordiger van een dolfijn op aarde om vriendschap te vragen, kun je amper een huurzalenstukje noemen. Dat zijn 2 muisklikken. Ik heb mijn schoonvader teruggepoord. Was dat een krachttoer? Niet echt. Mijn groeten heeft het niet gered. Mona heeft me gedumpt. En die aap. Zodat ik een vogel, zeg ik terwijl ik mijn servet pak en het netjes dichtvouw. En ik ben een goede moeder. Je kinderen zijn tieners. Dat moederen valt wel mee, hè? Ik vroeg me af waarom je er zo op gebrand bent om mij een minderwaardigheidscomplex aan te praten. Het komt er harder uit dan ik dacht. Maar ja, die inmiddels terug is voor een derde afruimronde, maakt een onverwachte beweging de zaakkopjes op de drinktree tinkelen tegen elkaar. Laat ons even alleen, begint Nick zijn assistente. De rest kan straks. Maya vertrekt. Zodra de deur is dichtgevallen, komt Nick achter me staan. Hij legt zijn handen op mijn schouders en begint te masseren. Ik verstijf. Dit had ik niet zien aankomen. VLP is makkelijk methode, Yvonne. Klinkt er vlak naast mijn oor. Wat is hij ineens dichtbij? En wat ruikt hij lekker? Ik moet er eerst breken om je daarna te kunnen opbouwen. Breken en dan opbouwen, herhaal ik. Ben je al uitgebroken? Hij grinnikt. Als jij het overgeeft, ben ik klaar met breken. Je biedt meer verstand dan ik had verwacht. Toch nog iets om trots op te zijn. Waarom verzet je je zo? Waarom zoek jij geen andere obese huisvrouw? Kaats ik de bal terug. Er zijn er genoeg die gered willen worden. Ja, ik wil jou. Heilige moeder Maria. De 3 woorden die iedere vrouw elke dag wil horen. Nick blijft mijn schouders kneden. Ik sluit mijn ogen. Weet je nog wat de uitgangspunten van FLP zijn? Vraagt hij. Food, love, product, som ik braaf op. Juist foodlist zal ik je mailen. Ik doe er makkelijk te bereiden recepten bij. Wat heb je onthouden van love?
Ik denk diep na. Weinig, zeg ik eerlijk. Het klonk ingewikkeld. Je moest iets omzetten in iets anders, maar ik weet niet meer wat in wat. Het komt erop neer dat je je tekort aan liefde niet langer probeert aan te vullen met vetten en suikers. Je moet je neiging tot snoepen een halt toeroepen en vervangen door activiteiten die je mentaal en fysiek bevredigen, legt Nick geduldig uit. Wie zegt dat ik liefde tekort kom? Nou, je hebt in ieder geval niet genoeg eigenliefde, Yvonne. Dat hebben de spiegels net aangetoond. Je kunt amper naar jezelf kijken. FLP begint met leren incasseren, begrijp ik. Het is dat hij zo lekker ruikt, anders had ik het beltje er al lang bij neergegooid. En wat voor activiteiten zijn dat? Sportieve zeker. Hij laat mijn schouders los en reikt over de tafel om zijn mobiel te pakken. Zijn rechter biceps schuift zo dicht langs mijn gezicht dat ik mijn tong uitsteek. Dat als ik mijn tong uitsteek, ik het zoutige zweetlaagje op zijn arm zou kunnen proeven. Deze man woont in een gym, het kan niet anders. Ze is zover, hoor ik niks zeggen. Als Maya hier straks binnenkomt met een trainingspak op dat debiele dienblad van jullie, stuur ik haar meteen weg, waarschuw ik hem. Sinds wanneer ben jij de baas over mijn assistenten? Nick trekt zijn wenkbrauwen hoog op. En hoe durf je de meest recreatie van Martino Desposito debiel te noemen? Omdat hij onpraktisch is en belachelijk uitziet met die bobbels. Het korte klopje van assistenten onderbreekt me. Ze stapt binnen. Op het dienblad prijkt een langwerpige doos. Waarom is hij niet ingepakt, vraagt Nick. Sorry, zegt ze verschrikt. Dat had hij niet gezegd. Verontschuldigen bij mevrouw de Graaf. Het cadeau is voor haar. Het spijt me, mevrouw. Geef niks, kind. De inhoud is belangrijker dan de verpakking, zeg ik terwijl ik Nick nadrukkelijk aankijk. Hij pakt de doos van het dienblad. Je kunt gaan, zegt hij tegen Maya. Even verwacht ik dat ze buigend en achteruitlopend de vergaderzaal zal verlaten. Maar ze draait zich eenvoudig weg om en vertrekt. Love is a drug, zegt Nick terwijl hij me zijn cadeau geeft. Meesterlijk nummer, ken je het? Hij wacht niet op het antwoord, pakt zijn iPhone, scrolt over het scherm en even later schalt Roxy Music door de ruimte. Zijn mobiel staat in verbinding met het geluidssysteem. Ik had het kunnen weten. Ik bekijk het geschenk. De luxe ogende box is grotendeels aluminiumkleurig, gelardeerd met rood. Fun Factory Love Yourself, spoort de verpakking me aan. Een doos die eigenliefde schenkt. Ik ben benieuwd. Made in Germany, Red Dot Design Award winner. Gefeliciteerd met de delight, zegt Nick. De eerste vibrator die een schoonheidsprijs heeft gewonnen. Ieuw, ik laat de doos op tafel vallen en schuif hem daarna zo ver mogelijk bij me vandaan. Voorzichtig alsjeblieft, hij kan kapot. Is dat echt een... Ik krijg het woord niet over mijn lippen. Een vibrator, ja. Heb je er al een? Informeert Nick. Natuurlijk niet. Ik heb Maarten, roep ik uit. Al gaat je trouwens niks aan, voer ik er zwakjes aan toe. Vibrators hebben me nooit getrokken. Ik vind ze afschrikwekkend. Het zijn van die joekels van dingen in fluorescerende kleuren met rare uitsteeksels aan alle kanten. Je kunt ze in de verste verte geen romantische bedpartners noemen. Dit is de Apple onder de vibrators. Steve Jobs, mogen hij rusten in vrede, had hem de iVibe gedoopt. De Delight Royal Curl is gestroomlijnd, vrouwvriendelijk en makkelijk te bedienen. Een sterk staaltje technisch vernuft dat bestaat uit medisch verantwoorde siliconen. Ik heb een zacht roze exemplaar voor je uitgezocht. Zie het als een hulpmiddel om je eigenliefde te stimuleren. Ben je toevallig ook de enige importeur van de Delight in Europa? Vraag ik argwanend. Was het maar waar, zegt Nick met een zucht. Ik ben slechts een bewonderaar. De vormgeving is werkelijk prachtig. Maak hem nou open. Enigszins aarzelend hengel ik het pakje weer naar me toe. Een Duitse vibrator. Als ik er dan toch aan moet geloven, is het land van herkomst in elk geval wellicht een voordeel. Grondig, rein, punctueel. Alles wat je zoekt in een seksspeeltje. Ik klap het deksel open dat vastzit met een klein magneetje. Heel chic. Ik zie een compact lichtroze apparaatje, S-vormig, sierlijk, net als waan. Zonder rare uitsteeksels in de vorm van een aapje met een lange tong uit zijn bek of een konijn met twee trillende oortjes. Pak hem gerust beet, moedigt Nick me aan. En voel eens aan de top. Het materiaal is buigbaar. Heel prettig. Het apparaatje ligt lekker in de hand en de top buigt inderdaad mee. De opbergdoos is tegelijkertijd het oplaadstation, legt mijn coach uit. Zie je dat snoer? Steek je gewoon in het stopcontact, hoef je nooit te handelen met batterijen. Jammer, mompel ik. Dat is toch juist handig? Ik heb net een batterijbox met 29 batterijen gekocht. Had je niet hoeven doen. Zet hem eens aan. Verbijsterd kijk ik opzij. Maakt hij een grap? Ineens begint mijn hart te bonken. Natuurlijk maakt hij een grap. Ik word in het ootje genomen. Waarom heb ik dit niet eerder bedacht? Jesper en Kim zijn gek op bananensplit. Deze hele toestand is te absurd om waar te zijn. Die coach met zijn bord kartonnen, dikke dubbelganger, de keurige assistenten, de FLP-methode en de design vibrator als klap op de vuurpijl.
Het zijn allemaal verzinsels. Het is één groot complot. En ik ben erin getuind. Nick en Maya zijn acteurs. Straks schrijft Frans Bouwig hierin binnen. Waar is de camera? Vraag ik. Die heeft hij niet, voor zover ik weet. Nick neemt het apparaat van me over. Geen gek idee trouwens. Een vibrator met een ingebouwde camera. Hij schenkt me een bewonderend knikje. Zou geile filmpjes kunnen opleveren. Nick zet zijn rol geloofwaardig neer. Dat moet ik hem nageven. Hij doet alsof hij zwaar verdiept is in de delight. Kijk, als je hier drukt... Hij wijst op een plusje en drukt erop. Dan gaat hij aan. Het apparaat begint te zoomen. Als je nog een paar keer op dat plusje drukt, gaat hij harder. Voel maar. Voor ik kan protesteren, houd Nick de vibrator tegen mijn hals. Och jee, straks ziet heel Nederland me met dat apparaat in mijn nek. Nu niet opgewonden raken. Wat er ook gebeurt. Jesper en Kim kijken mee. Maart ook. En mama en papa. Mona, Henny, mijn schoonouders. Oh god, wat is het moeilijk om kalm te blijven als een van je erogene zones met een zoemende zwaan wordt bewerkt onder het oog van een miljoenen publiek. Of wil je hem liever hier? Vraagt Nick plagerig. Terwijl hij de delight heen en weer lijkt glijden. Hij belandt vlak achter mijn oor, waar hij sensaties teweeg brengt die Maarten al lang niet meer teweeg heeft gebracht. Verman je, Yvonne, je bent op tv. Tussen je borsten schijnt ook heerlijk te zijn. De zwaan baant zich een weg omlaag in de richting van mijn opgestuwde welvingen. Hou op, ik grijp de pols van Nick. Dit gaat te ver, de trotse familiezender. De coach kijkt me verbaasd aan. Doe maar niet zo onnozel, ik heb je door. Waar heb je het over? Ik negeer hem, sta op en ga op zoek naar een camera. Hij kan niet ver weg zijn. Ik bekijk de muren, spied tussen de houten lamellen en betast de achterkant van de kartonnen Nick. Wat ben je aan het doen? Vraagt de echte Nick aarzelend. Ik wil weten waar de camera zit voordat Frans binnenkomt. Gefrustreerd maak ik nog een rondje door de vergaderzaal. Ze hebben hem goed verstopt. Frans, je man heet toch Maarten? Frans Bauer bedoel ik. Die is geen klant van me, reageert Nick gelaten. Al zou ik het natuurlijk niet zeggen als hij dat wel was. Ik heb zijn manager vorig jaar benaderd, die reageerde positief, maar Mariska hield het tegen. Eeuwig zonde. Ik sta stil en neem hem van onder tot bovenop. Is dit dan echt? Wat is echt? Jij, dit bedrijf, de VLP-methode? Ik ben niet in bananenspit beland. Hoe kom je daar nou weer bij? Zweer het! Op wat? Op je gewicht. Als je liegt, kom je 20 kilo aan. Ik zweer het op mijn gewicht, zegt Nick met een zucht. Hij ziet er moe uit. Logisch met al die sterren die hij slank houdt. Wie weet hoeveel gooi zijn mannen en vrouwen hij vanochtend al van pillen en advies heeft voorzien. En dan wil hij mij er ook nog bij nemen. Een Hollandse vrouw zonder enige klemmer. Helemaal gratis. Het is een rare man, maar ook alweer een lieverd. Oké, zeg ik. Oké, wat? Oké, ik wil echt de FLP-methode proberen. Echt? Ik knik vastberaden. Fantastisch. Nick slaat zijn handen met een klap ineen. Gefeliciteerd met je 40ste verjaardag en dit dappere besluit. Je zult er geen spijt van krijgen. Ik hoop het, zeg ik kleintjes. Nick kijkt op zijn mobiel. Luister, lieverd. Ik heb zo nog een andere afspraak. Maya handelt de rest met je af. Hij stopt de vibrator weer in de doos. Deze neem je mee. Het is heel simpel. Haal geen snoep meer in huis. Als je naar zoetigheid snakt, ga je niet naar de supermarkt, maar pak je de delight en bevredig je jezelf. Ik zet grote ogen op. Zou mijn coach enig idee hebben hoe vaak ik naar zoetigheid snak? In het begin is het raar, maar het went snel. Geniet van jezelf, van je lichaam. Probeer nieuwe dingen en doe het 's avonds nog eens dunnetjes over met je man. Hij brengt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maarten ziet me aankomen. Aan de andere kant, misschien is dit precies de oppepper die het verval van ons seksleven een halt kan toeroepen. En het is de moeite waard van het proberen waard. En hoe zit het met het product? Dat krijg je van mijn assistenten. Het zijn pro-deo-pillen, hè? Vraag ik voor de zekerheid. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Wanneer zie ik je weer? Hij gaat nu ineens zo snel. Regelt Maya. Ik pak mijn jas. Nick geeft me de delight, begeleidt me naar de deur, maakt deze voor me open en draagt me over aan zijn rechterhand, die achter een immense iMac elegant zit te wezen. Food info, product, personalia en een nieuwe afspraak, instrumenteert hij haar. Hij raakt nog even vluchtig mijn schouder aan. Met zijn gedachten is hij alweer ergens anders. Ik zie een fronsrimpel tussen zijn wenkbrauwen verschijnen. Hij draait zich om, stapt de vergaderzaal in en sluit de deur achter zich. Ik slaak een diepe zucht en wend me tot Maya.
die me niet onwelwillend aankijkt. Vrouwen zoals ik vormen voor haar geen enkele concurrentie. Dat moet een rustgevende gedachte zijn. Mooie werkplek heb je, complimenteer ik haar. Ben ik hier net doorheen gelopen? Klopt, ik moest me stilhouden, zegt ze met een glimlach. Uw man is erg aardig. Hij kwam ons waarschuwen dat u geblinddoekt was. Bij de entree staat nog een levensgrote bordkartonnen Nick, zijn slanke versie. Hij staat er stralend op, draagt een spijkerbroek en een gele polo die zijn gebruinde huid goed doet uitkomen. Het FLP-logo is subtiel boven het borstzakje geborduurd. Ga zitten. De assistente gebaart naar de stoel tegenover haar bureau. Ik zie zo gauw geen kapstok. Hang mijn jas over de stoelleuning, leg de vibrator op de grond en ga zitten. Fijn dat u van onze diensten gebruik wilt maken. En wat een bijzondere zoon heeft u. Hij heeft ons bedrijf gevonden, toch? Ze schuift een formulier en een pen naar me toe. Als u dit even wilt invullen. Ineens herinner ik me Kims instructies. Ik moet nog even naar Nick. Ik sta op, struikel nog net niet over de vibrator en wil naar de deurklink grijpen. Maar Maya is er als een straaljagerpiloot uit haar stoel geschoten en wringt zich tussen mij en de stoelgang tot de vergaderzaal. Mr. Blue heeft zo een Skype-conferentie met een high potential en moet zich voorbereiden. U mag hem niet storen, zegt ze vastberaden. Mr. Blue? Heet hij Blue? Officieel blauw, maar Blue is handiger voor onze internationale contacten. Ze blokkeert de deur nog steeds en verliest me geen moment uit het oog. Alsof ze bang is dat ik haar met geweld opzij zal duwen. Om het kind gerust te stellen stap ik over de vibrator heen en ga ik weer zitten. Mijn dochter zei dat ik met Nick, met Mr. Blue op de foto moest gaan. Voor Facebook, begrijp je? Ah, vandaar, zegt ze. Ze denkt even na en knikt met haar hoofd in de richting van de bordkartonnen. Nick, als wij alles hebben afgehandeld, mag u naast hem gaan staan en dan maak ik een foto. Hij is zo levensecht, dat ziet niemand. Ze slaakt een opgeluchte zucht. Dreigende crisis opgelost. En trekt de rok van haar jurkje recht. Dan tikt ze met haar rechterwijsvinger op het formulier dat nog voor me ligt. Hier vult u uw volledige naam en geboortedatum in. Daaronder lengte en gewicht. Heeft u zich recentelijk nog gewogen? Op mijn verjaardag. Hoe lang is dat geleden? 8 dagen. Doen we het straks nog even over. Neem ik gelijk uw maten op voor het dossier. Wat is uw streefgewicht? Hoeveel weeg jij? 55 kilo, zegt de rosse gespicht. Dat lijkt me wel wat. Dan noteert u dat hier, onderaan de pagina. Weer die wijsvinger, alsof ik een analfabeet ben. Dit keer begeleid door een meewarige blik die me niet ontgaat. Ik zal Nick erop aanspreken. Zijn rechterhand vertoont demotiverend gedrag tegen zijn cliëntelen. Terwijl ik het formulier invul, loopt Maya naar de muur, waar een tamelijk abstract schilderij hangt, dat een koeienvlaai, de bovenkant van een cappuccino met cacaopoeder of het oog van een zware storm zou kunnen voorstellen. Ze tikt het werk van zijn plek. Erachter bevindt zich een kluis. Een kluis? Dit moet ik aan Jesper en Kim vertellen als ik thuis kom. De assistenten zetten koeienvlaai cappuccino storm voorzichtig op de vloer, waarna ze de code van de safe intoetst. Ik hoor een serie bliepjes. Het deurtje springt open. Maya haalt er eentje uit, legt het op haar bureau, waarna ze de kluis zorgvuldig sluit en het schilderij weer op de plek hangt. Ze gaat tegenover me zitten en toont het doosje. Op de bovenkant prijkt alleen een organisch gevormd helderblauwe letter, P. De rest van de verpakking is blanco. U neemt meneer product 1 keer per dag, bij voorkeur voor het slapen gaan. Moet ik er iets bij eten? Innemen met water is voldoende. Ze maakt het doosje open en trekt er een zilverkleurige strip uit, met 6 langwerpige tabletten. Ze zijn wit en ongeveer zo groot als een paracetamol. Van 1000 milligram. Elk pil is gemarkeerd met dezelfde blauwe letter P. Net als op het doosje. Deze verpakking bevat 5 strips, oftewel 30 tabletten. U kunt hier een maat mee voort. Ik probeer het doosje te kijken. Zit er een buislijter bij?
Deze vraag wordt vaak gesteld, zegt de assistente geduldig. Mr. Blue hangt dezelfde fysiologie aan Steve Jobs. Een goed product wijst zichzelf. Het product is het pil zonder gebruiksaanwijzing. De ingrediënten zijn geheim, zoals u dat zult begrijpen. Het enige wat u hoeft te weten is dat er eentje per dag nodig heeft. Niet minder en ook niet meer. Dat moet u me beloven voordat u dit doosje overhandigt. Ik beloof het, zegt Kreter. Ze trekt de bovenste lade van het bureau open en haalt er een A4'tje uit. Want wat we zojuist hebben afgesproken staat hier juridisch omschreven. Wilt u het nog even doorlezen en ondertekenen? Ik knik en pak een papier aan. Intekenformulier. Let op, dit formulier bevat een aansprakelijkheidsbeperking. Hierbij verklaart ondergetekende producten hebben afgenomen van FLP BV ter ondersteuning van de FLP-methode. Product heeft een medicinale werking. Voor alle gebruikers van het product geldt dat 1 tablet per dag zowel de minimale als de maximale dosering is. Ondergetekende is zich hiervan bewust en aanvaardt alle mogelijke gevolgen die product op haar zijn gezondheid en welzijn zal hebben. FLP BV behoudt zich te alle tijden het recht voor de verstrekking van producten te staken en of de begeleiding van de deelnemer MV aan de FLP-methode te staken. Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende dat hij zij de aanwijzingen van de FLP-coach zal opvolgen. Ondergetekende is zich bewust van het feit dat deelneming aan de FLP-methode risico's voor de gezondheid en overige schade kan inhouden. Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier alle aan producten verbonden risico's uitdrukkelijk voor zijn haar eigen rekening te nemen en vrijwaart FLP-BV als mede alle aan haar verbonden hulppersonen van elke aanspraak van enige derde ter zake. FLP-BV aanvaardt behoudens in geval van opzet of grove schuld geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de ondergetekende in verband met deelname leidt of zal leiden. Iedere aansprakelijkheid van eerder genoemde coach en overige bestuurders of werknemers van FLP-BV, medewerkers bij of andere hulppersonen van FLP-BV en overige bij de organisatie betrokken genoemde en ongenoemde rechtspersonen is uitdrukkelijk uitgesloten. Genoemde beperking van de aansprakelijkheid omvat zowel materiële als immateriële schade, zoals letselschade. Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier dat hij zij in goede gezondheid verkeert en niet leidt aan slokdarm, lever, nier, maag, darm of andere aandoeningen. Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier dat alleen zij, hij, verantwoordelijk is en zal zijn voor de beslissing of zijn haar fysieke en mentale gesteldheid hem haar in staat stelt tot deelname aan dit FLP. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van FLP BV. Hierbij verklaar ik de voorwaarden van deze overeenkomst te hebben gelezen en goedgekeurd en dat mij is voorgehouden dat ik een jurist kan raadplegen ter beoordeling van dit formulier. Voor akkoord, plaats en datum, naam en handtekening. De balpen zweeft boven het A4'tje. Simpele krabbel van gratis spullen en coaching door een professional. Een buitenkans die normaal alleen voor miljonairs en BN'ers is weggelegd. Toch houdt mij iets tegen. Ik leg de pen op het bureau. Mag ik dit eerst even aan mijn man laten zien? Hij komt me zo halen. Bent u niet tekenbevoegd? Vraagt Maya op een licht neerbuigende toon. Natuurlijk wel. Heeft u een van de genoemde aandoeningen? Niet dat ik weet. Antwoord ik naar waarheid. Is er iets wat u niet begrijpt? Wellicht kan ik het u uitleggen. Ze klinkt iets toeschietelijker. Ik begrijp het allemaal wel, maar ik zou het liever even met mijn man overleggen. Hij doet bij ons thuis de administratie, zeg ik, terwijl een blos over mijn wangen kruipt. Mevrouw de Graaf, zeg alsjeblieft Yvonne. Yvonne, we gaan deze overeenkomst met jou aan, niet met je man. Als hij dit leest en je aanraadt niet te tekenen, wat dan? Dus doet maar aan Kim denken. Zijn alle jonge vrouwen tegenwoordig zo doortastend en zelfverzekerd? Ik weet het niet. Wil je afvallen? Kijk nog eens goed naar me. Wat denk je zelf? Flap ik eruit. Maya werpt me een meelevende blik toe en buigt zich dan samenzwerig naar me toe. FLP is een fantastische methode. Maar zonder de P hebben de F en L weinig zin, als je begrijpt wat ik bedoel. Slik jij ook product? Vraag ik hoopvol.
Ze maakt een verontschuldigend gebaar. Ik heb een snelle stofwisseling. Maar Mr. Blue neemt het elke dag. Hij moet wel. En ik zie bij al zijn klanten dat het werkt. Echt als een dolle. Er is nog niemand geweest die vrijwillig met het gebruik is gestopt. Ze komen allemaal terug voor meer. Het zijn onwijs dure pillen. Je bent een geluksvogel, Yvonne. Een geluksvogel. Zo had ik het nog niet bekeken. Ik heb het idee dat ik sinds mijn 40ste word achtervolgd door pech. Dit zou de eerste meevaller zijn. Een financiële meevaller zelfs. Daar kan Maarten toch iets op tegen hebben. Manhaftig pak ik de balpen en zet met samengeknepen lippen mijn handtekening. Geen weg terug. Gefeliciteerd en alsjeblieft, mevrouw de Graaf. Maya overhandigt me het doosje met een knipoog. Kan ik er vandaag meteen mee beginnen? Je kunt er nu meteen mee beginnen als je wilt. Zal ik een glaasje water voor je pakken? Ik trek een strip uit de doos. Druk er een pil uit, stop hem in mijn mond. Verzamel wat spuug en slik hem door. Respect! Maya kijkt me bewonderend aan. Dat zou ik niet kunnen. Kind, ik kan een wijnbal in één keer wegwerken als het moet. Maar dan proef je toch niks? Soms eet ik zo haastig dat ik vergeet te bijten, beken ik. Je moet erop zuigen, niet bijten, zegt mijn man ook altijd, grinnik ik. Serieus, ik kan een zak wijnballen zo snel wegwerken, dan glipt er wel eens eentje in zijn geheel tussendoor, snap je? Hetzelfde geldt voor salmiakballen of Napoleonkogels van die zure jongens. Ken je die? Heerlijk. Die rossige spicht begrijpt er niks van. Ik zie het aan de glazige blik in haar ogen. Nog één ding, Yvonne. Ze zet haar ernstige assistentengezicht weer op. Er kunnen bijwerkingen optreden. Welke dat zijn, zul je vanzelf ondervinden. Sommige mensen hebben nergens last van. Anderen ondervinden enige hinder. Waar moet ik aan denken? Mr. Blue is ervan overtuigd dat bijwerkingen eerder zullen optreden als ze van tevoren als mogelijkheid worden ingesteld. Dat is de tweede reden waarom product zonder bijsluiter wordt geleverd. Ik denk even na. Toen Mona aan de antidepressiva zat, heeft ze de bijsluiter uitgespeld. En alsof de duvel ermee speelde, kreeg ze alle klachten die daarin werden opgesomd. Zweetaanvallen, duizeligheid, moeheid, misselijkheid, toegenomen eetlust, voor zover dat mogelijk was, trillingen, sufheid, ze viel zelfs af en toe flauw. Alles bij elkaar opgeteld leken de bijwerkingen minstens zo erg of misschien nog wel erger dan haar burn-out. Misschien is de zalige onwetendheid een zegen. Maya heeft de dossiermap opgepakt. Slaat hem open en bergt mijn vrijwaringsformulier erin op. We gaan je nu even wegen en meten, deelt ze opgewekt mee. Ik krijg een flashback naar het consultatiebureau. Zou ze me op mijn rug in een enorme weegschaal leggen? Dat kind is veel te tenger. Ze kan me nooit optillen. En het moet naakt. Naakt weeg ik het minst. Wat is het hier warm? Ik wapper mijn gloeiende wangen koelte toe. Zou dit mijn allereerste opvlieger zijn? Krijgt mijn moeder dan toch gelijk? Het is zo gebeurd, stelt de assistente me gerust. Je houdt alleen je ondergoed aan. Na het wegen meet ik de omvang van je bovenarmen, borst, taille, heupen en bovenbenen. Daarna verricht ik een aantal huidplooimetingen om je vetpercentage vast te stellen. We maken een afspraak voor de volgende keer en dan mag je naar huis. 82,4 kilo, stelt Maya vast. Teleurgesteld stap ik van de weegschaal af. Ook al zou ik mijn beugel BH, slip en sokken hebben uitgetrokken, dan nog ben ik aangekomen sinds mijn verjaardag. De weg naar 55 kilo wordt lang en moeizaam. De assistente pakt een soort nijptang om mijn vetplooien te meten. Ze steekt de tang hier en daar in mijn vetrollen, mompelt een reeks getallen die ik niet begrijp en noteert ze in mijn dossier. Is het heel erg? Vraag ik met enige schroom. Als het niet erg was, was je niet hier. Mr. Blue beschouwt je als een ideale pro-deo-kandidaat. Obese genoeg voor hem, maar nog te licht voor een maagband. Je mag je weer aankleden. Mismoedig wikkel ik me weer in mijn jurk, trek mijn legging aan, gesperin rond mijn onvindbare taille en rits mijn vetelaarsjes dicht. Nu nog even op de foto met Mr. Blue. Dat wilde je toch? We lopen naar de nik van boordkarton. Ik hou voorhandig Maya mijn mobiel. Sla je arm maar om hem heen, moedigt ze me aan. Ze kijkt naar het schermpje en grinnikt. Wordt een topfoto. Ik zie het nu al. Say cheese!